Max en jij bent veel te mooi. We gaan terug over naar onze salon waar Mike klaar zit met Lindsay. Ja, inderdaad. De bekende mensen volgen zich hier op razendsnel tempo op in onze tent. En bij mij zit inderdaad nu Lindsay. Lindsay, welkom in Aalter. Hallo. Lindsay, vertel eens, wie is Lindsay? Ik ben Lindsay en ik ben 12 jaar en ik ben een rapster en singer. Van waar de interesse en de passie voor het muziek en voor het rappen? Ik ben eigenlijk begonnen met dansen en eigenlijk iets later ben ik binnen zingen. Dus eigenlijk zangles beginnen volgen en daarna is ook rappen erbij gekomen. Hoe reageren jouw vriendinnen en vrienden daarop eigenlijk? Ze vinden dat heel cool en ze zijn eigenlijk blij in mijn plaats omdat ik dat zo doe en dat ik het eigenlijk wel nog ver heb gebracht nu al. Ja. Ja. Straks moet jij hier ook een optreden geven, heb ik begrepen, ja. Hè? Zenuwen? Een heel klein beetje. Toch een beetje, ja? En hoe krijg je die dan onder controle? Eigenlijk gewoon zo rustig mogelijk te blijven en gewoon te zeggen in mezelf, ja, het gaat wel lukken. Dus, ja. Je hebt al een paar optredens achter de rug, begrijp ik goed, ja. De zomer is dus een beetje druk voor jou. Ja, toch wel. Ik heb verschillende optredens die nog er gaan aankomen. Ja. Dus, ja. Is er iets, Lindsay, waarvan je zegt van, ik wil dat ooit bereiken in mijn carrière? Hetgene dat ik eigenlijk wil bereiken, dat is dat ik eigenlijk beroemd word. Ja. En ja, dat is gewoon iets belangrijk voor mij en dat ik toch blijf zingen en rappen. Ja. Je moet niks vertellen, ze horen het allemaal niet meer, maar zijn er ook al zo van die jongens die aandacht geven aan Lindsay? Moet niks zeggen, ze horen dat toch niet hoor. Soms wel. En kan je daar al een beetje, moet je daarmee overweg kunnen? Ja, ja, toch wel. Handtekeningen uitdelen, dat hoort er dan ook bij? Ja, dat klopt, ja. Dus dat wordt inderdaad een, iets helemaal anders. Zeg, we hebben hier ook een terras liggen, het Koen Krukke terras noemt dat. Dat is omdat de Peter daarvan is Koen Krukke. Als ik tegen jou Koen Krukke zou zeggen, wat zegt jou die naam? Ken je Koen Krukke, ja toch? Ja. Een beroemd persoon, een hele leuke, ervaren persoon. Ja, om te rappen, Lindsay, kan ik me ook voorstellen dat je in conditie moet blijven. Wat doe je daarvoor? Eigenlijk ga ik in de week 1 tot 2 keer naar de fitness en meestal op de loopband. En dan zo werk ik aan mijn conditie. Ja. Stel, ik wil meer weten of ik wil jou volgen. Hè? Ik wil meer weten over Lindsay. Waar kunnen mensen terecht? Ik heb een eigen Facebookpagina, dat is lin.c. Ja, ja. En ik heb ook een eigen website, dat is www.lincymusic.be. Ja. Is er iemand waar je naar opkijkt? Ariana Grande is toch mijn grote voorbeeld, ja. Dus dat ergens ooit eens bereiken, dat zou natuurlijk wel een heel mooie droom zijn. Ja, heel mooi. Ja. Goed, wat ga je straks doen trouwens op het podium hier van Summerfest? Ik ga 2 nummertjes brengen en dat is Rapidus. Mm. Mijn eerste liedje is We rollen hier weg. En daarna ga ik Wat ga je doen brengen. Prima, we kijken er naar uit. Maar we gaan nu al eens luisteren op de radio natuurlijk. Ik heb hier nog een gastenboek liggen waarvan ik heel graag zou hebben dat je daar ook iets in achterlaat. Uiteraard als aankomend artiest, ja, natuurlijk wel. En ik wens jou heel veel succes natuurlijk straks hier op het podium. Maar natuurlijk ook nog in hetgeen wat je later nog zal ondernemen. Ja, dankjewel. Oké, en wij gaan luisteren naar Lindsay dus. Niet al te groot, maar dus zijn we grote bazen. Je hebt het door, ja, we komen je verbazen. Enig in ons soort, dus we zullen het wel halen. Wij gaan er wel voor en we vullen alle zalen. Oh, de monden die vallen open. Links, rechts, boom, je kan het niet geloven.